Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwslitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Het balkon van de molen De Arend in Ter Heide is weer volledig hersteld. Er zijn meer planken vervangen dan men had verwacht. Hierdoor is de stelling weer veilig, waardoor je bij een bezoek aan de molen na de beklimming van de eerste twee trappen via de maalzolder. Kan blijven genieten van een mooi uitzicht over Ter heide. Mede dankzij subsidie en bijdrage van donateurs konden deze werkzaamheden worden verricht. Ze waren ook bijzonder blij met de bijdrage die de Rabobank Clubactie opleverde. Volgend jaar worden onder andere de deuren, ramen en het hekwerk op de stelling geschilderd. Dit wil de stichting met een lokale schilder gaan doen. Wist u dat bedrijven op aanvraag een leuke rondleiding kunnen krijgen? Hiervoor kunt u een sponsorpakket afsluiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de molen of een berichtje schrijven op de website van de molen. SWO besteedt aandacht en aan rouw en verlies via bijeenkomsten. Verlies is immers geen wond of ziekte die moet genezen. Het gaat nooit over en verandert je leven voor altijd. Het verwerken van het overlijden van een dierbare is een zware opgave. Ervaringen delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt of die zich hebben verdiept in het luisteren naar verlieservaringen, kan een grote steun zijn. De bijeenkomsten worden geleid door twee ervaren gespreksleiders. De bijeenkomsten zijn voor de inwoners uit de gemeente Drimmelen. Het betreft zes tot acht bijeenkomsten die in huiselijke kring plaatsvinden met zes tot acht deelnemers van anderhalf uur tot twee uur per bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn gratis. Voor aanmelden of informatie kunt u contact opnemen met SWO Drimmelen of met Surplus. Om alvast in de kerstfeer te komen, is er na zeven jaar weer een winterfeest in Lage Zwaluwen. Dit jaar zal op zaterdag 16 en zondag 17 december het Zwaluws Winterfeest in de Rietgors plaatsvinden. Een gezellige kerstmarkt met een zeer gevarieerd programma voor jong en oud. Zo is er een kerstconcert van muziekvereniging Alliance en zijn er optredens van onder andere Kiki Bouzio, koor Canzoni, dans- en sportvereniging Het Zwaluwnest, Jeroen van Zelst en nog vele anderen. Meer informatie vindt u op de website en Facebookpagina van het Zwaluws Winterfeest. Alzheimer Café Drimmelen verzorgt een feestelijke jaarafsluiting met muziek en zang. U kunt deelnemen aan de muziekbeleving met Anne Ermens, zangdocente en zangeres. Herkenning, blijdschap, ontroering, samen luisteren, samen zingen. Met haar zang nodigt Anne ons uit om mee te zingen. Lekkere liedjes en een hoop humor. Het belooft een gezellige avond te worden met een hapje en een drankje. Mensen met dementie, hun naasten en overige belangstellenden zijn van harte welkom. Wanneer en waar? Op dinsdagavond 19 december van half 8 tot half 10 in de seniorenpartner De Wijngaard, Cyclaamstraat 2A in Maden. De entree is gratis. De voorbereidingen voor de nieuwjaarsduik in de put van Lage zijn alweer in volle gang. Tijdens de vorige editie van de duik zijn er enkele deelnemers verkleed te water gegaan. Dat was voor de organisatie een reden om dit te gaan belonen met een leuke prijs. Dus iedere deelnemer die verkleed de duik maakt, maakt kans om in de prijzen te vallen. Die prijzen zijn beschikbaar gesteld door Zwaluwse ondernemers. Er is ook een onafhankelijke jury. Samengesteld die gaat beoordelen. Dus deelnemers, bereid u voor. Natuurlijk mag er ook gedoken worden in normale badkleding. Iedereen kan meedoen zonder een enkele verplichting. Kom dus gezellig naar de put van Lage Zwaluwe, het nieuwjaar inluiden met een duik. Het startschot valt op 1 januari middags om 1 uur. Wie in het donker hard loopt, wandelt of de hond uitlaat, doet er goed aan om verlichting te dragen. Op de fiets is verlichting verplicht. Voor de voetgangers geldt deze regel nog niet. De ANBB en de politie moedigen voetgangers echter wel aan om reflecterend materiaal en verlichting te dragen in het donker. Dit kan veel leed voorkomen. Dit was weer Drimelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdagochtend om half elf en half twaalf op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!